mooie dag. Alleen dan sta je met pech. En met wat voor auto staat deze jongeman naast mij met pech? Wie ben jij? Ik ben Dirk-Jan. Dirk-Jan, ik ben Robert. En wat heb je toch voor een bijzondere mooie auto bij je? Een Ford F250. Hoe oud is dat ding? Die is van 1971. Ik ben van 1973. Ik ook. Oh, je bent net zo oud. Volgend jaar de grote 5-0 dus. Ja, ja, juist. Oeh, dat wordt nog wat. Dit jaar, maar nee. Oh, dit jaar nog? Oh ja, dan ben je van twin zo. Nee, ik moet nog... Ouderdom komt met gebreken. Ja, hey, dat zal het zijn. Wat is er met die mooie F250 gebeurd? Wat gebeurde er? Ja, hij stopte met de auto rijden. Hij pakte de benzine niet in. Hij pakte hem. Nou, ik heb even gekeken en hij krijgt inderdaad geen brandstof. Ik laat jullie dus even zien wat er allemaal onder de motorkap zit. Hele dikke V8, 6, nog wat liter. En de benzinepomp zit hier tussen. Dat is deze jongen. Zoals je kunt zien heb ik de slang er even afgehaald. De toevoerslang, of de aanvoerslang, die zit hier aan. Samen met deze leiding, die had ik er nog afgedraaid. Want ik kom er gauw achter, ik heb namelijk een vonk. Zowel bobinekabel als bougiekabel. En hier deze leiding die naar de carburateur toe gaat. Ja, er komt geen druppel brandstof uit. Ja, en zonder brandstof doet hij niet. Nou, heb ik daar wat voor? Ik ga even een pompje pakken, een elektrische brandstofpomp. En kijken of we hem daar even meer aan de gang kunnen krijgen. Wat doe je nou met zo'n auto? Vragen? Gewoon een beetje met de hobby's om mee rijden? Nee, die hebben eigenlijk heel functioneel gekocht. Ja. Want er komt een verdomd mooie Amerikaanse Airstream achteraan. Een Airstream, dat is zo'n caravan. Zo'n Robert ten Brink caravan van All You Need Is Love. Juist. Of in ieder geval, ja, precies. Maar die All You Need Is Love caravan die is maar van 6 meter of zo. Die wij hebben dus 9,5 meter. En dan hierachter? Hierachter. Dat is wel stoer. Ding dat weegt 3000 kilo en dat heeft een trekpaadje nodig. En dit is het trekpaadje. Ja, dat gaat goed met zo'n auto. Zeker. Ik heb trouwens hier een... elektrische brandstofpomp en die ga ik er even tussen zetten. Puur even voor nood. Hij neemt zeg maar die mechanische brandstofpomp over. Wij noemen het altijd een plakkende plakpompje, omdat hij zo'n pak geluidje maakt. Nou, er staat op flow, die kant gaat het op. Alleen nu moet ik even kijken, daar kan ik hem aanmaken. Ik moet de slang even aan de andere kant maken. Zo. Flow die kant op, dus die moet hier aan, slangklem weer tussen, en deze moet daar. Dan pak ik even een langere brandstofleiding. Ja. Zo. Die daar even aan. Deze aan de toevoer. Nou. En nu eerst eens even kijken of hij doet wat ik denk wat hij moet doen. Ah, bedrading tekort natuurlijk. Geeft niet, maar dan ga ik even wat bij aanmaken. Als deze mooie lieve man deze auto weer aan de praat krijgt, gaan we samen met die Airstream op pad en gaan we mensen helpen. Ja, ja. Ja. Heb jij met de barbecue? Het is kok en coach. Kok en coach, mijn vriendin, die coacht de mensen en ik verzorg het innerlijk van de mensen het eten. Even, het is even puur om te testen eerst. Of ik, en dan kan ik horen namelijk wanneer er brandstofdruk is. Ik heb brandstofdruk. Er is dus brandstof aanwezig. In dat geluid moeten we dus hebben. Ja, zet hem maar even uit. Dat zijn mooie geluiden, hè? Ja. Dan gaan we even wat bouwen, dat de bedrading even aansluiten.
En dan denk ik even dat ik het even zo maak dat je hem ook gewoon als je hem op contact zet. Want er zit vast en zeker ergens een. Hier zit een bobine, daar zit een aansluiting. Een van die bedradingen is vast en zeker wel plus na contact. Dat betekent als hij op contact staat, gaat die pomp draaien. En als je hem weer uitzet, dan gaat hij weer uit. Dit leg ik nog even. Dan twijfel ik zo even vast. Niet warm wordt, alles goed gaat. Wat een mooie. Nu ga ik even een voeding opzoeken. Een plus na contact. Voor de voeding voor de brandstofpomp. Even met een zekeringetje ertussen voor de zekerheid. Zodat het moment dat je het contact inschakelt, dat dan dus de brandstofpomp gaat draaien en niet de hele tijd loopt. Ik heb mijn plus en min aangesloten op mijn op de accu. Even kijken, hier staat een plusje, minnetje op. Dus dat betekent, ik heb hem nog aangesloten op min. Dus wanneer ik er nog een plus zet, gaat die branden. Min, plus. Zou je even een keer het contact in willen schakelen, dat die dus alleen maar op contact staat? Ja, contact een keer uit als je wil. Kijk hier, zou je een keer willen starten? Ja, en zet hem maar uit. Zet maar weer uit hoor. Ja, dankjewel. Ik heb hier een hele mooie draad, dit is namelijk jouw startrelais. Hier komt een spanning op te staan op het moment dat je hem op contact zet. En die blijft er ook op staan tijdens het draaien en tijdens het starten. Dus hier doe ik even sluit ik de plus aan van de brandstofpomp. En de min gewoon even een carrosserie bij een bootje achter. En dan doe ik er even een zekeringhoudertje erbij tussen voor de zekerheid. Zekering zeker. En dan komt het allemaal goed. Mooi man. Dan dag. Zekering houden. Twee van deze snoepjes. En even kijken. Deze erbij en dan ben ik er volgens mij. Dit is het makkelijkst. Deze boot ziet er ook ver het schoonste uit. Is dit een boot? Zelftapper. Ah, geweldig. Zo. Nou, het is ervoor gemaakt, zou je zeggen. Mooi. En daar moeten we even een kabeltje de andere kant op trekken. En waar herken je een professionele kok aan thuis? Aan een simpel 4-pit gasfornuisje en een klein eitje misschien. Nou, ik denk als er een kok thuis komt, dat die, dan zegt hij van waar heb je de Rational Combi's te staan? Dat is natuurlijk ook een uitvinding, hè? Ja. Doe je als je wel eens met zo'n ding hebt, met zo'n ding zo? Alleen maar, ja. Ja, precies. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een uitvinding. Maar het echte authentieke koken, ja, als je er geen tijdsdruk achter staat, denk ik dat dat nog wel een heel verschil is. Maar je moet natuurlijk weer hetzelfde al, als tafel 1 zijn voorgerecht heeft en tafel 2 wil graag zijn hoofdgerecht en alles tegelijk. Ja, dat is nog een beetje, soms nog wel eens een beetje een issue'tje, ja. Ja. There he goes. There he goes, boys and girls. Dat is de envelop. Daar mag het in. Zie je dat? Oh, knap. Ja, in, maar dan als je hem zak eromheen doos. Als je het daar maar opdoet, dan krijg ik het weer terug. Ja, is goed. Oh, Dirk, helemaal voor je ervan. Ja, fantastisch. Is toch geweldig? Je kunt weer apart. Ja, vaderdag vandaag. Het is vandaag vaderdag, dus we weten gelijk welke datum het opgenomen is. En ja, jullie weten van mij, ik maak veel filmpjes. Dus ja, het kan zijn dat er wel eens een keer een filmpje wat later uitkomt. Dat terzijde. Maar goed,
Ik wil jullie bedanken dat jullie weer gekeken hebben tot aan het eind van deze video. Ja, en zullen we zwaaien naar de mensen thuis? Tot ziens! Tot de volgende! Kom, we gaan! Heb je wel eens een lampje en weet je niet wat het doet? Kun je gerust de wegwacht bellen. Of kijk een van onze vlogs, daar komen de meeste ook in voor. En als je toch aan het kijken bent, kun je tegelijkertijd abonneren.